Hey, welkom bij een nieuwe video. Waterpretparken bieden een geweldige ervaring voor jong en oud met zwembaden, waterglijbanen, stroomversnellingen en nog veel meer. Ze zijn bedoeld voor ontspanning en plezier, maar kunnen behoorlijk griezelig zijn als ze worden verlaten. Vaak hangt er dan een grimmige sfeer en moeder natuur die het hele gebied overneemt. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als jij houdt van waterparken. Nummer 10. Het Ebenezer Flop & Sloppers Waterpark ligt gelegen in Amerikaanse staat Oak Brook Terrace in Illinois en opende voor het eerst in juli 1980. Het was gebouwd op een stortplaats en 2 jaar na de opening van het park werd het overgekocht door een rijke investeerder die een hoop activiteiten en attracties toevoegde. Alles leek goed te gaan, maar in 1989 kwam het plotseling tot een einde en werd het waterpark gesloten voor onbekende redenen. Geruchten op het internet gingen rond dat er voorheen een stortplaats was met giftig afval in de grond, maar ook dat er iemand zijn leven had verloren toen diegene van een hoge waterglijbaan afviel. De reden voor de sluiting is dus nooit helemaal duidelijk geworden en het park is nu compleet verlaten en verboden toegang voor het publiek. Zoals je kan zien hangt er nu een grimmige sfeer beklad met graffiti en alle attracties zien er verwilderd uit. Nummer 9. Het Atlantis Marinepark was een erg succesvol waterpark dat gebouwd werd in 1981 in Two Rocks, een gemeenschap in de Australische stad Perth. 9 jaar later, in augustus van 1990, moest het park echter gesloten worden vanwege financiële problemen en omdat ze alleen maar verlies maakten. Een van de meest opvallende dingen in het park is het 10 meter grote standbeeld van koning Neptune die gebouwd werd door de kunstenaar Marc Laboux. Verder waren er talloze zwembaden, sculpturen en attracties waaronder de belangrijkste de 7 tuimelaars waren. Een dolfijnsoort die speciaal werd gevangen om trucjes te performen voor het publiek. Toen er een paar jaar later nieuwe dolfijnen werden geboren, moest het park van de wetgeving zijn dolfijnenverblijf vergroten. Hier hadden ze niet genoeg geld voor en omdat het park over de jaren heen steeds minder succes had, moesten ze uiteindelijk volledig sluiten in 1990. Nummer 8. Safari Lagoon was een waterpark gelegen in de Maleisische staat Selangor dat qua locatie het meest uniek is op dit lijstje. Het opende voor het eerst in 1998 en was meteen razend populair in de omgeving. Het themapark was in Maleisië de grootste in zijn soort met een omvang van zo'n 120.000 vierkante meter. De locatie van het waterpark bevond zich op het dak van een winkelcentrum en had een safari-achtige look met allerlei palmbomen en sculpturen van dieren. Alles leek goed te gaan, totdat het in 2007 plotseling gesloten moest worden. De overheid kwam er namelijk achter dat het waterpark voor 9 jaar lang zonder een vergunning functioneerde. Ook zou een medewerker zijn leven hebben verloren toen hij naar verluid vast zou hebben gezeten in een hoge drugswaterpomp. Nummer 7. Het volgende park op dit lijstje met de naam Hoi Tui Tien was een van de meest populaire waterparken ter wereld die in 2004 voor het eerst opende. Naar verluid zou het waterpark meer dan $3 miljoen hebben gekost en het was slechts voor de helft af. Daarna werd het blijkbaar nooit meer voltooid en werd het dus verlaten. Waarschijnlijk had dit te maken met financiële beperkingen. Het waterpark ziet er nu spookachtig uit met een enorme draak in het midden van het meer. Vanuit de bek van de draak kan je zelfs uitkijken op het gehele park. Vandaag de dag is het erg populair bij urban explorers die het waterpark willen verkennen. Het is zonde om te zien hoe de palmbomen en de verwilderde waterglijbanen en zwembaden onder zitten met algen en bladeren. Alles is volledig overgenomen door de natuur en de structuren zitten vol met graffiti. Ook gaan er geruchten rond dat er 2 krokodillen rondhangen in het troebele water van het park. Nummer 6. Disney staat natuurlijk bekend om hun animatiefilms, maar ze hebben ook verschillende themaparken over de hele wereld. Het allereerste waterpark van Disney werd officieel geopend in juni van 1976, gelegen aan de oevers van Bay Lake in Florida. Rivers Country, zoals het park heette, was erg populair, maar sloot zijn deuren zonder enige waarschuwing in september van 2001. Dit kwam voor vele mensen als een schok en er werd hevig gespeculeerd wat de reden hiervoor geweest had kunnen zijn. Een van de speculaties is dat er een jongetje overleed door een amoebe, een soort van bacteriële infectie die hij had opgelopen tijdens het spelen in het water. Een aantal jaar later waren er plannen om het waterpark weer te openen, maar dit gebeurde nooit en het bleef dus permanent gesloten. Vandaag de dag is het hele gebied samen met de attracties volledig overgenomen door de natuur.
Volgens verschillende artikelen die ik had gevonden zijn ze wel bezig om er nu een hotel te bouwen die in 2022 af zou moeten zijn. Nummer 5. Het Dolphin Bay Dream Waterpark ligt gelegen in Pingyang County in de Chinese stad Wenzhou en heeft een oppervlakte van over de 80.000 vierkante meter. Het opende voor het eerst in 2014 en werd 3 jaar later in 2017 alweer gesloten. Dit enorme waterpark had restaurants, verschillende zwembaden, een golfslagbad, een waterglijbaan met een enorme trechter en zelfs een cobra-glijbaan en nog veel meer. De reden voor de sluiting had te maken met de betalingsachterstand en werd uiteindelijk een juridische hel voor de eigenaren van het park. Het waterpark is dus uiteindelijk failliet gegaan en sindsdien ziet het er compleet verlaten uit. In februari van 2020 verkenden de mensen van het YouTube-kanaal The Proper People het park. En het is eigenlijk zonde hoe zo'n groot waterpark verlaten wordt achtergelaten. Vind je ook niet? Nummer 4. Het volgende waterpark op het lijstje is L'Aquatique Paradis en ligt gelegen in Sitges, een gemeente in de buurt van Barcelona in Spanje. Sitges is een populaire toeristenplek die bekend staat om zijn prachtige stranden. In de jaren 90 werd er dus een enorm waterpark geopend tot vreugde van gezinnen en kinderen. Maar na slechts 2 jaar werd het voor een mysterieuze reden gesloten. Er werden borden opgehangen dat het verboden toegang was, maar dit weerhield graffiti-kunstenaars er niet van om de plek te bespuiten. Volgens verschillende verhalen zou er een jongetje zijn vastkomen te zitten in het zwembadfiltersysteem. En hierdoor belandde de eigenaar van het park in een grote rechtszaak en werd het park dus stilgelegd. Tegenwoordig is het waterpark verlaten en het is erg populair bij skaters. En het is zelfs een populaire plek om foto's te maken voor Instagram voor modellen. Nummer 3. Water Wonderland was een waterpark gelegen in het plaatsje Odessa in de Amerikaanse staat Texas en werd officieel geopend in 1980. Het werd al vrij snel een populaire bestemming voor de gezinnen die in de buurt woonden. Maar ook dit park sloot zijn deuren uiteindelijk in 2003 vanwege het feit dat het te duur was om het te blijven runnen. Maar het zal ook te maken hebben gehad met een rechtszaak waarin een kind gewond was geraakt in een van de attracties. Nu ziet het park er compleet verlaten uit met een hoop graffiti op de structuren. Ook zien de zwembaden er vies uit met algen, schimmels en onkruid. Het mooie waterpark wat het ooit was voor de gezinnen uit Texas is dus nu een treurig gezicht. Alhoewel er gesprekken zijn om het waterpark te restaureren, is het nog steeds onduidelijk of dit daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Maar als het aan de lokale mensen ligt, willen ze het park graag terugzien. Nummer 2. De volgende video komt van een YouTuber genaamd Ola BMX. Hij verkent samen met een vriend het Aqualand Waterpark in de gemeente Torremolinos in Spanje. Deze YouTuber staat er bekend om verlaten plekken te bezoeken en daar wat trucs te doen met zijn BMX-fietsje. Op een gegeven moment gaat hij zelfs met zijn BMX door de waterglijbaan heen. Je zal misschien wel denken van hoe past dit, maar blijkbaar is de waterglijbaan groot genoeg. De video's van Ola BMX zijn erg populair op YouTube met tientallen miljoenen weergaven. Het feit dat hij met een BMX-fietsje de verlaten plekken verkent geeft ook net even een ander soort gevoel dan dat je dit lopend doet. Ik kon helaas niet vinden of het waterpark nu permanent gesloten is of niet, maar op het moment van filmen zag het er in ieder geval verlaten uit. Nummer 1. Het Lake Dolores Waterpark, voorheen ook wel Rockahula genoemd, was het allereerste waterpark in de Verenigde Staten en ligt gelegen in een woestijnachtig gebied. Het waterpark ligt in de Mojave-woestijn in Californië en werd voor het eerst geopend in 1960. Het werd al snel een populaire bestemming, omdat het zich dichtbij Interstate 15 bevindt, een snelweg tussen Los Angeles en Las Vegas. In de jaren die erop volgden werden er een hoop attracties toegevoegd. Aan het eind van de jaren 80 werd het park echter gesloten, wat mogelijk te maken heeft gehad met de beurscrash van 1987. In 1998 werd er geprobeerd het waterpark opnieuw te renoveren en er werden een hoop moderne waterglijbanen en attracties geïnstalleerd. Dit was echter voor korte duur, want een jaar later vloog er een medewerker van een van de glijbanen af en kreeg hierdoor een dwarslesie. Het park werd aangeklaagd en moest miljoenen dollars betalen en moest hierdoor in 2004 dus definitief sluiten. Ben jij wel eens naar een waterpark geweest? En wat is jouw favoriet? Laat het me weten in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.